iedereen. Ik begin deze vlog nu een keer in de avond, zoals je misschien wel aan het licht kan zien. Het is vandaag donderdag 9 februari. Ik weet het niet, maar het is 100% zeker. In ieder geval, het is nu avond en ik begin nu met vloggen, omdat ik zo meteen naar iets heel erg leuks ga. Ik ben namelijk samen met Tara uitgenodigd om naar de expositie van Harry Potter te komen. Die is voor het eerst hier in Nederland en het is in Utrecht in de Cinemac. En we hebben er heel veel zin in. We houden heel erg van Harry Potter, dus het leek ons super leuk om naartoe te gaan. En het leek ons nog leuker om natuurlijk ook te gaan vloggen voor jullie. Want ik denk dat jullie misschien ook wel heel erg benieuwd zijn naar deze expeditie. En laat ons vooral even weten of je ook Harry Potter fan bent. Vindt het heel erg leuk. Ik moest eventjes opschieten. Ik heb me net eventjes omgekleed. Zwarte trui aan. Ik heb een leuke choker om met allemaal sterretjes en steentjes en dergelijke. En ik ga nu de deur uit vliegen. Want Tara ontmoet ik daar zo meteen bij Cinemac. En haar vriendinnen komen ook. Dus we hebben gewoon een heel gezellig clubje. En er wordt gewoon een hele avond vol met Harry Potter. Ik heb niet zo'n heel goed idee wat er allemaal vandaag of vanavond gaat gebeuren. Maar we gaan het zien en ik neem jullie gewoon gezellig mee. Ziet er leuk uit. Oh, daar heb je de auto al. En we zijn binnen. Tara is er nu ook. En we stonden bij de rode loper waar we ook de tweeling zagen. Het zag er echt super cool uit. Om ze gewoon niet echt te zien. Maar zoals Tara zei, jammer dat ze niet meer gender zijn. Ja, vind ik ook heel jammer. Over een paar minuutjes gaat het officieel openen. Ik weet niet precies hoe of wat. Misschien wordt het magical, misschien niet. Je gaat het zien. En dan hebben we nog 3 kwartier om even een drankje te doen. En dan gaat het tour beginnen. Ja, en we hebben ook een hele leuke kaart gekregen. Ik zal hem even laten zien. En die ziet er zo uit. En dit is wel heel grappig. Er staat op Very Important Muggle. Dus dat is heel erg leuk. En wij zitten in groep 7. Dus dat betekent dat we nog heel veel moeten wachten totdat onze tour gaat beginnen. Mag ik een applaus voor James en Oliver Phelps? One, two, three. Revelio! Taking over the business. Dat is heel grappig. Echt serieus. Mijn gezicht ziet er zo bol uit. Oké, maar hier is Cynthia, Leonie en Celesta. We zijn hier bij de Harry Potter expositie. Tara en Larissa zijn passen. Dus wij hebben deze camera overgenomen. Ik zie ze pas als ze thuis zijn. Ja. Oké, okay, als jij in een groep werd ingedeeld, bij wie zou je zitten? Gryffindor. En waarom? Ze zijn zeg maar stoer, maar toch wel bad guys ergens. De good guys, maar niet pussy of zo. Dus. Oké, duidelijk. Cynthia, als jij werd ingedeeld in een groep, bij wie zou het zijn en waarom? De basic is Gryffindor. Maar. Niet basic. Jawel, wauw, basic. Nee, oké, ik doe toch voor Gryffindor. Gryffindor? Ja. Sles? Sles. Ja, echt waar? Waarom? Ze fucking slim zijn en de underdog. Oké. Okay. De underdog. Wauw. De underdog. Wat zeg je nou? Dus bij Gryffindor. Ja. Ik vind meer een Hufflepuff. Hoezo vind je mij dat? Ja, gewoon. Schappen. Maak een grapje natuurlijk. Ik zou... Slytherin. Ja, ik zou bij Slytherin horen, denk ik. Dat zijn we allemaal van de familie allemaal anders. En alleen Larissa en Cynthia zitten bij elkaar. Maar dat is basic, is gewoon basic. Ja, ik heb haar even bepaald. Zij wilde ook echt... Oh ja, sorry. Maar waar zou jij bij willen horen? Bij Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw of Gryffindor? Laat maar weten in de comments. Daar gaan we! Excited? Ja! Woe! Ja, echt heel erg. Echt heel erg. Dit is de sorteerhoed, jongens. Nu gaan we zien of we horen bij wie we denken dat we horen. Ik ben benieuwd. Favoriete karakter? Ja. Ik ben wel fan van Draco. Draco? Oké, ja, ik snap het. Heel erg leuk. Denk je dat jij ook in Slytherin bent? Misschien wel. Misschien? Ik hoop het eigenlijk wel. Oh, even kijken. Cunning. Shrew. Let's see. Slytherin! Hey!
Braveheart, daring, better be Gryffindor! Yeah. Oh my god. Super lachen. En daar is de Schuurbek. Kijk Liz, we gaan daar Hagrid's hut in. Awesome. Ik hoop dat Hagrid er ook is, maar ik denk het niet. Ik denk niet dat hij thuis is. Holy shit. The Goblet of Fire was mijn favoriete film. Voor jou ook? Ik heb laatst echt nog alles gezien wat in België. En dus al die films laatst heb uitgezien. Nice. Helemaal zo. En voor mij was The Goblet of Fire echt de best ever. Dus van alle films. Trouwens, die nieuwe Dumbledore is ook een nieuwe. Ja, ik las het. Het is best stom. Nee. Die ligt er al 8 jaar in. Die arme frog. Oh ja, die zijn ook in allemaal. Het ziet er wel echt super lekker uit. Ik heb nu zin in snoep. Smekkies en alle smaak? Nou, ik weet niet of ik die wil. Dobby. There are you. We hebben net foto's gemaakt en die gaan we nu uitkiezen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze eruit komen te zien. Yes, deze is sowieso een bastard. Die is geweldig. Ik wil Hedwig. En deze. Oh, het is lekker zacht. Allernerdigste hashtags Avada? Die ik ooit heb gebruikt. Ik ga geen spreuk zeggen, want dat gaat gewoon niet goed komen. Wingardium Leviosa. Oké, je kan het wel. Zo leuk. Oké, wie weet van wie dit stof is. En wie en weet. En deze. Let us know. Wat vond je ervan? Ik vond het super leuk. En aan het einde was er een Harry Potter shop. Dus daar hebben we natuurlijk nog wat dingetjes geshopt. Ik kreeg een heel leuk tasje. Dus die ga ik ook sowieso bewaren. En ik heb gekozen voor de Peppermint Toast. En deze ga ik ook delen met mama. Want die houdt van chocola en munt. Dus deze lijkt me heel leuk. Mijn zus die zei, als je gaat zonder mij, dan moet je wel smekjes meenemen. Yay! Lief. Die heb ik. En een foto. Oh ja! Oh, de foto. Foto, de beruchte foto. Oh, was dat er aan? Yes, dat is foto nummer 1. En wie heeft de andere gekke? Heb jij hem? Gekke. En ik heb een chocolate foto. Nice. Even kijken. Ik heb de gekke. Ik vind hem echt vet goed. Ik ook. Vooral jij staat er goed op. Ja. Heb je nog wat gehaald? Yes, yes. Ook een chocolate frog. Chocolate frog en een mok. Ja, ik vond die echt heel cool ook. Oh ja, hij is gewoon heel cool. Ja. Ik heb een pinnetje. Het ziet er heel cool uit. En ik heb een chocolate frog. Oeh. Erg leuk, deze kan ik misschien opnemen, maar ik wil niet op een spijkerjasje doen, dacht ik. En die andere ga ik gewoon opeten. Alright. Zoals je kan zien ben ik weer thuis. En ik heb inmiddels ook nog een ander tasje. Want we kwamen op het allerlaatste moment erachter dat er ook nog een goodiebag bij zat. Dus die heb ik ook nog eventjes meegegrepen. Dus dacht, laat ik ook nog even zien wat daarin zat. En er zat in een bril. Yeah, ik vind deze echt super grappig.
En ik ga hem gewoon even snel uit de verpakking halen. En hij heeft natuurlijk de perfecte ronde glazen. Oh my god. Hij is super breed. Echt, mijn ogen die komen bijna aan de binnenkant eruit. Maar ik vind hem wel echt heel erg grappig. Dus heel erg leuk dat deze erin zat. En ook de Harry Potter, de exhibition. Zo, hallo. De official exhibition guide. Dus dat is het boek. Er zijn allemaal leuke plaatjes in en allemaal teksten. En deze kan je trouwens ook in de shop kopen, had ik gezien. En de bril kan je trouwens daar ook kopen. Dus dat is wel heel erg leuk. Vanaf morgen, 11 februari, kan je gewoon naar deze tentoonstelling. Tegen de tijd dat jullie deze video zien, is dat al geweest. Dus dan kan je gaan. Maar check eventjes, volgens mij is het harrypotterexpo.nl. Daar kun je allemaal informatie vinden en dergelijke. En ja, ik vond het super leuk om daar vandaag naartoe te gaan. En als je ook van Harry Potter houdt, dan moet je er zeker naartoe gaan. Want er is echt super veel te zien. Het was ook heel erg mooi ingericht. En ik heb een hele leuke avond gehad. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om alvast een sneak preview te krijgen van wat je allemaal in deze tentoonstelling ziet. Laat me vooral eventjes weten welk team of welke groep jij het leukste vindt of waar jij eigenlijk bij vindt horen. Laat het eventjes weten in de comments. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!